Yo, Nintendo fans! De 3D Mario collectie is bijna uit en om even in de stemming te komen ga ik oude Mario games spelen. En dat ga ik niet zomaar doen. We gaan namelijk kijken hoe ver ik kom in 15 minuten. En we beginnen met Mario 1. Ja hoor, daar is die, de welbekende allereerste Goomba in een Mario game. En je zou deze heel snel uit kunnen spelen eigenlijk. Je kan deze uitspelen in iets meer dan 5 minuten volgens mij. Ja, en dat doe je door shortcuts te nemen. En dit is de eerste die je moet nemen. Nou ja, deze hoef je niet per se te nemen. Maar het zorgt ervoor dat je net even iets sneller bent. Spring hier naar boven. Hoppakee, je spring hier naartoe. En dan doe je dit iets beter dan ik. Want hier, dit kost allemaal veel te veel tijd. En dan hoppakee. Ja, dan heb je level 1 al gehaald. Lekker! Nice! Komt er even vuurwerkjes nog volgens mij ergens hier? Toch? Nee, niet. Ik krijg geen vuurwerk. Ik had niet genoeg muntjes gepakt blijkbaar. Potverdorie. We gaan naar wereld 1.2. Yes, en daardoor gaan we hier naar beneden. Dan, ja, dit is een lekker tempootje. Ik heb gelijk al een lekker tempootje te pakken. Ik moet wel eerlijk zeggen, dit had iets sneller gekund. Maar dat maakt niet uit. We zijn alsnog snel, joh. Zolang dit allemaal binnen een kwartier lukt, ben ik al lang blij. Hoppakee. Oh, niet hoppakee. Je moet wel een betere aanloop nemen. Kijk, zo moet dat. Dan ga je lekker hier boven langs, lekker chillen. Zo, pompie dompie dompie doem. Niks aan de hand, joh. Spring je lekker zo door. Hoppakee. En dan ga je in één keer van wereld 1.2 naar wereld 4.1. Lekker. Wereld 4.1. Let's go. Nou, deze moeten we even goed doorzien te komen. Ik ga even dit bloemetje denk ik wel even pakken. Ja, top. Dan kan ik even deze spinies kapot schieten als ze voor mij worden gegooid door Lucky toe. Ja, en dan kunnen we nu lekker gaan rennen. Hoppakeetje. Rennen, rennen, rennen. Beetje springen. Ja, gewoon omdat het kan. Nice, nice, nice. Af en toe even zo'n bloemetje schieten. Oh, af en toe even pauze. Want dan moeten we even zo'n beestje kapot maken. Zoals deze. Oh, en dan missen we precies. Ja, dat kan natuurlijk ook. Lekker. Hier kunnen we overheen. Hier kunnen we overheen. Ja, rustig aan. Ik wil niet in zijn gat springen namelijk. Dat zou zonde zijn, want ik wil mijn vuurbloem behouden. En dan hoppakee, dan hebben we wereld 4.1 gehaald. Nice! En dat allemaal binnen een paar minuutjes. Geen enkel probleem. Volgens mij krijg ik nu wel vuurwerk. Toch? Nee, ze zijn niet van het vuurwerk vandaag. Nou, dan toch lekker niet. Zoek het dan lekker uit met je vuurwerk. We gaan naar wereld 4.2. En dat is dit leveltje. Dan moeten we even rustig aan beginnen, denk ik. Zo, ja, rustig aan. Top. Oké. Ik wil namelijk niet gelijk in het gat springen daar. Kom maar, kom maar, kom maar, Goomba's. Hoppakee. Yes, nice. Muntjes pakken. Dan spring je hierop. En het volgende stukje is belangrijk, jongens. Je springt hier laag eraf. Dan heb je hier een geheim blokje. Daarmee maak je deze kapot. En maak je deze kapot. Dan heb je hier een geheim blokje. En daarmee maak je die andere kapot. Namelijk zo. Hoppakee. Lekker. En ja, dan zie je een bonustaakje. En dan kan je gewoon zo naar boven. Rustig aan. Lekker naar boven. Hoppakee. Dit is hoe je Super Mario Bros. 1 lekker snel uitspeelt. Ja, nu is dit allemaal bekend. Maar vroeger moest je dit allemaal zelf uitzoeken. Weet je, dan kon je nog niet kijken op internet naar hoe dit moest. Want dan moest je altijd lekker zelf uitzoeken. Of je moest een Nintendo-lijn bellen. Dat was een telefoonnummer. Daar kon je naar bellen. En die gaven je dan tips. Dat was een soort van de Nintendo hotline. Oké. Nu zijn we in wereld 8 beland. En in wereld 8 moet je wel gewoon goed spelen. Wereld 8 is ook best wel moeilijk af en toe. Zoals bijvoorbeeld dit soort stukjes. Ja, dat je niet even doorspringt of zo. Want dan beland je in zo'n gat en dan is het over en uit. En dan ben je je vuurbloempje kwijt. En dat wil je natuurlijk niet. Eens even kijken. Laten we die eens even kapot schieten. Top. Ik doe het rustig aan, jongens. Ik doe het rustig aan. Ik ben benieuwd of jullie het sneller kunnen. Of er speedrunners onder jullie zitten. Laat het vooraf weten in de reacties. Als jij veel sneller bent dan ik. Want ik doe het lekker rustig aan. Ik wil mijn vuurbloem houden. Maar ik wil wel kijken hoe ver we kunnen komen in 15 minuten. Hoppakee. Lekker. Ik vind het altijd zo eng. Die single blokjes daar. Oh, ik ging bijna kapot. Volgens mij zou je hier overheen kunnen rennen. Over die single blokjes. Oké, hier moeten we even... Oh ja, lekker een aanloopje nemen. Hier bovenop. Oh my gosh, ik ben zo bang dat ik dit fout doe. Dat het nu alsnog fout gaat. Komt daar nog een piranha plantje? Nee. Nee, nee, please, please, laat me met rust. Spring hierop. Oh my gosh, ik ben zo langzaam. Ik ben zo langzaam dat de tijd gewoon bijna klaar is. Maar zijn we er al dan? Zijn we er nou nog niet? Wanneer is dit leveltje afgelopen? Wanneer is level 8.1 klaar? Ja, don't be like Rick. Ja, lekker dan. Nu gaan we dit sowieso niet meer halen. Nee. Nee.
Er zitten helemaal geen power-ups in dit level. Oh my gosh, nu moet ik het doen als mini-Mario. Lekker dan. Dat wil ik toch helemaal niet? Godverdorie. Dit vind ik niet chill. Waarom zitten er geen power... Ja, er zit hier waarschijnlijk een power-up in een van die blokjes. Oké, spring op zijn bakkes. Maak hem kapot. Lekker. Zit hier niet een power-upje ergens? Nee? Nergens een paddenstoeltje voor mij. Ja, een ster. Een ster. Lekker. Moet ik hem alleen wel pakken, Rick? Moet je hem wel pakken, Rick? Potverdorie. Jij noob. Oh my gosh. Ik mis gewoon heel die ster. Nou ja, we doen het toch rustig aan. Dus het maakt op zich niet zoveel uit. Oké. En dan te bedenken dat er mensen zijn in deze wereld die dit echt letterlijk... in 5 minuten uitspelen. Nee. Waarom ga ik ook gelijk naar wereld 8? Ik heb dit zo lang niet meer gespeeld. En waarom... Ja. Ben ik nu game over? Ja. Oké, laten we doen alsof dat nooit gebeurd is. Ik ben weer terug met mijn vuurbloem in wereld 8. Let's go. Nou, dan moeten we in ieder geval wel even op die laatste jump letten, jongens. Die laatste jump, die was echt gevaarlijk. Dan moet je dus echt wel even op dat ene blokje springen, want anders gaat het echt keihard fout. Wow, daar ging mijn vuurbloem bijna. Oké, rustig aan, Rick, rustig aan. Pak die Goomba's allemaal. Nu deze. Ja, top. Oké. Ja, Koopatjes allemaal weg. Super. Bovenlangs hier zo. Ja. Schiet deze ook maar kapot. Die andere, die springt als het goed is straks in. Ja, die springt daarin. Oké. Rustig aan. Rustig aan, Rick. Ik denk dat ik deze jump wel even maak. Zo. Ja, top. Super. En dan deze jump. Oh, deze jump hier. Oh, nee. Deze is er nog niet. Let's go. Het is nog veel verder in het level. Want de tijd die begon natuurlijk te tikken. Ja, top. Top. Ja, oké. Kijk, hier is de tijd weer aan het tikken. Oef, daar ging mijn vuurbloem bijna. We hebben nog 56 seconden. Oh, nee! Wat een vervelende jump! Als het nou weer niet lukt, dan kap ik ermee hoor, jongens. Dan heb je hier je antwoord hoe ver ik kom in 15 minuten. Potverdorie! Dit meen je niet. Waarom is dit zo moeilijk? Waarom lukt deze jump mij niet meer? En die speedrunners maar, hè? Die dat gewoon dan... Hoppakee, gewoon even lekker in één keer uitspelen zonder problemen. Doe ik nou te voorzichtig of zo? Wat is dit? Wat is hier gaande? Waarom kan ik dit niet? Jongen, ik voel me echt noob. Ik weet niet wat er aan de hand is met mij vandaag, jongens. Ik heb mijn dag niet. Weet je wat? Anders spring je hier gewoon allemaal zo overheen. Niet erop springen, Rick. Gewoon er overheen springen. Gewoon, ja, zoiets. Top. En dan spring je hier ook overheen. Ja, nice. Oh, ja. Oh, volgens mij zat daar nou die ster of niet? Oké, deze gaat ook lekker hierin lopen. Ja, top. Super. Ja, hier zat volgens mij die ster in. Of niet? Of was dat toch niet hier? Hè? Wel toch? Ja, ik wou net zeggen. Maar ja, door die ster wil ik me alleen maar gaan haasten. En dan gaat het sowieso fout. Kijk, dit bedoel ik. Weet je wat? Ik vind het mooi geweest. Laat maar! Anyways, als je dus daar in level 8.1 komt, dan moet je nog een paar levels spelen tot je hem hebt uitgespeeld. En jullie kennen mij. Ik heb hier helemaal geen geduld meer voor. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer als je zin hebt in die Mario collectie, want die gaan we hier natuurlijk keihard spelen. En wil je mijn livestream gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Misschien ga ik het daar nog wel een keer proberen. Anyway, mazzel!